Zo, lekker weertje. Ja, als je een goudvis bent. Wat een graftakken weer. Ach, het is een buitje vol stof. Het regent pijpen stelen. Kunnen we niet tussen de druppels doorlopen? Zo, partijtje losgestort. Het schiet oude wijven. Kleren teertje, wat een weertje. Het is weer om een erfenisje te verdelen. Zo, koud zeg, meteen leggen dood in mijn schoenen. Ik zuig dadelijk ijsblokjes. Bokken weer. Hier bij jou vandaan? Nou, die krijg ik binnenkort. Maar ze willen eerst bij mijn heup beginnen. En dan merken ze langzaam naar beneden. Of helemaal niet meer. Ja. Hij is wel flexibel. Die knie is flexibel als die van mij, hoor. Ja. 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 Ik heb nog een medisch boek. Misschien dat je het zelf kunt doen. Hij vraagt 10 zo, denk ik. Ja, precies. Jij mag nooit meer rijden. Nou, ik denk dat je 6000 paard. Nee, maar mij. Als je bij die dokter komt en je zegt tegen hem, ik ben bij Breur geweest. Kun je het voor de helft doen? Dat doet hij dan gewoon, man. Ja. Ik lever het zelf. Nou, dan ga je op uurtarief, hè, ga je dan. En dan moet je wel tikken, hoor. Maar mijn moeder heeft er twee. Mijn moeder heeft er twee. Ik heb er twee. Jij hebt er twee. Mijn moeder hebt er twee. Dus het werkwoord, ik heb, jij hebt, hij heeft, in het Nederlands, is allemaal heb. Ik heb, jij hebt, hij hebt, zij hebt, mijn moeder hebt, iedereen hebt. Hoe komt dat nou? Dat heeft waarschijnlijk ermee te maken dat Rotterdam al zo lang een stad is waar mensen overal vandaan naartoe komen. Dat precies in dat soort steden waar mensen overal vandaan naartoe komen om en dan die taal moeten leren, moeten meedoen met die taal, precies, dat zijn altijd de steden waar die werkwoorden simpeler worden. Dat zijn de plaatsen waar de werkwoorden simpeler worden. Kinderen hebben er geen moeite mee om dat te leren van die ingewikkelde systemen van ik heb, jij hebt, hij heeft. Volwassenen wel. En omdat er al eeuwenlang volwassenen hier naartoe komen, zegt iedereen hier, mijn moeder hebt. Maar mijn moeder heeft er twee. Die is 82, ja, ze lopen als een kiwi loopt ze weer. Ah, die kost 6 reksen, kost ze die. Het leuke is dat Rotterdammers allemaal hun eigen invulling hebben. Zijn overal tegen, terwijl een ander weer zegt, Rotterdammers zijn overal voor. Kijk eens even, hier staat de Rotterdammer. Ja, ik wist dat Paula inderdaad nooit zo sterk handschrift had als Rotterdamse. Herkent men zich in de taal? Dat is Paula, dat is een vrijwilligste bij ons die heel veel vrijwillige uren maakt voor bewoners. Ik ben gelijk nog aan het koekeloeren of ik nog meer bewoners of bekende mensen zie. Dit is Shyama, Hindoestaanse bewoonster bij ons in de Leeuwhoek. Dus ja, ze heet Shyama. Ja, als je in de staats bent, heet je geen Annie volgens mij. En ik denk dat die tekst dan inderdaad geldt voor de Rotterdammers die hun steentje bijdragen om de oudere bewoners in de Leeuwenhoeken toch nog een leuke laatste periode te geven. En dat straalt ze ook uit, hè? Je ziet het. Ze glimlacht zelfs nu naar mij volgens mij. Want Shyama is wat dat betreft ook
degelijk voor deze tekst komt ze in aanmerking, want ze is ook een hele lieve, goede vrouw. Kijk, en nu toch bezig ben. Dit is Fretje, Barsten van de Humor. Ook een vrijwilliger bij ons in het huis die geweldig de best doen. En ik zit nu op de goede golflengte, want kijk, hier is Rina van Horren. Is een paar keer blijven zitten op de lagere school, want die schreef altijd hele kleine lettertjes. Kijk, staan voor je. Nee, ja, ik ken mijn ogen liggen, maar ook Rina is een ras-echte Rotterdammer. En ik ben nu toch bezig, ik blijf aan de gang. Onze bewoner Jan de Gelder. Goeie mensen, harde werkers. Ja, geldt ook voor Jan, is inmiddels 75 en geniet van zijn oude dag. En natuurlijk mevrouw Maas. Ja, die is trots op Rotterdam, want die heeft volgens mij 87 regels op dat kleine blaadje gezet. Ja, hoe leuk kan het zijn dat je hier inderdaad ook mensen herkent die ook trots zijn op hun Rotterdam. En ook met heel veel liefde volgens mij graag meegewerkt hebben aan deze teksten. Ik geloof dat ik het in dit rijtje wel gehad heb. Andere mensen zijn totaal onbekend. Maar het is wel leuk zo portretten gala. Want dan haal je er toch wel wat mensen uit die herkenbaar zijn. Dat is hartstikke leuk. Oh, mevrouwtje Kruithof ook nog. Ja, hurry up. Had ook hurry up kunnen zijn. En halve zel werd natuurlijk ook heel veel gebruikt in Rotterdam. Want je bent dan geen klootzak, maar een halve zel. Dat is een stuk netter verwoord als dat je zulke andere woorden gebruikt. En voor de rest zijn er toch wel een aantal dingen die groos. Ja, dat is ook wel een uitspraak als Rotterdammer die je herkent. Dat je groos bent op je kinderen. Want vroeger zeiden we, je bent groot op je kinderen, dat je trots op je kinderen bent. Maar groot stond er ook wel dat je erg trots was dat je kinderen wat bereikt hadden. En staat er nog meer? Rampentampen. Ja, dat is natuurlijk voor iedere Rotterdammer zo herkenbaar als wat. Rampentampen, vooral de mensen op Katendrecht gebruikten dat woord erg veel. En pleurt op. Is ook iets wat natuurlijk niet alleen maar in Rotterdam gebruikt wordt, maar is wel natuurlijk heel erg leuk. Ja, opzomeren is natuurlijk een Rotterdams woord wat volgens mij Gerard Jansen, geloof ik, ooit heb geïntroduceerd. Opzomeren is natuurlijk ook een Rotterdams begrip geworden. Opzomeren is natuurlijk een beetje hetzelfde als mensen maken de stad. Zorgen dat je trots op je straat kan zijn, zorgen dat je trots op je stad kan zijn. En daar moet je dan met z'n allen wat voor doen. En opzomeren heeft wel een tigtal jaren. Daar met heel veel mensen hebben daar wel een hoogtepunt bereikt. Ik heb zelf ook een aantal opzomeractiviteiten gedaan. En daar kan je als Rotterdammer ook wel trots op zijn. Dat opzomeren een Rotterdams ding is geworden. Ik heb al gelegen, dus ik ga er ook even zitten. Een heerlijke middag voor mij. Maar mijn dochter die was bij me, maar... Die zei niks, maar mijn lieten ze maar praten en er ging allemaal... Ja, wat ze nou eigenlijk tegen me zeiden. Ik gaf er steeds antwoord op natuurlijk. Toen zeg ik, dan ga ik even naar de kruiskade. Als ik dan terugkom, dan roep ik wel even, dan weet je dat ik er ben. Ik kom terug, ik roep, woehoe. Ik ga naar huis hoor. Dan loop ik een eind verder. Komt er, roept hij me terug. Hij zegt, Goris. Ik zeg, wat is het? Hij zegt, nee. Kom nou eens even naar binnen. Ik zeg, ja, geen rottigheid, hè, zeg ik tegen hem. Nee, zegt hij. Hij zegt, moet je horen? Hij zegt, moet je horen? Hij zegt, ik heb een nieuw plaatje gekocht. Ik zeg, nou, een nieuw plaatje? Hij zegt, ja, mooi, zegt hij, mooi. Ja, heel herkenbaar. Natuurlijk, alle uitdrukkingen die hier op het bord stonden, die worden ook nog eens een keertje goed uitgelegd via de televisiebeelden. En wat natuurlijk wel heel leuk is, dat als je zelf... Rotterdams praat, dan heb je dat bijna zelf niet van je eigen door. En dan zit ik naar die mevrouw te luisteren en dan denk ik, zo praat ik volgens mij ook. Zo plat en zo lekker, zo snel. En dan denk ik van, jongen, wat is het toch leuk om dat weer terug te zien. En moet ik alleen maar zeggen dat je als Rotterdammer trots kan zijn, wat ik hier allemaal nu heb gezien. Dat je echt als Rotterdammer kan zeggen van, heb je dat Rotterdamse gevoel nog niet? Ga naar het Rotterdamse museum. Volgens mij, als je hier in Amsterdam binnenkomt, gaan ze Rotterdam naar buiten. Zo mooi. Bekend beeld.
De Welvaart van Pieter Starreveld hing vroeger aan een bankgebouw aan de Blaak. En stond toen bekend als het Naki van Blaki. Ook wel bankbiljet, omdat ze aan de bank hangt met haar bil. Bankbiljet. Kortweg ook wel gewoon Jet dus genoemd. Maar die zijn allebei niet meer van toepassing, die bijnamen. Dit is geen bank meer, de ABN AMRO is eruit. En het is ook geen Blaak natuurlijk. Maar Rotterdammers zijn inventief. Ze hangt nu langs de Koopgoot. Dus ze heet nu Bloot aan de Goot. En nog platter zelfs, wat ik pas iemand hoorde zeggen, die noemde het nu de Gootslet. Ja, dat is wel weer heel plat. Nou, daar aan de overkant staat het Erasmushuis. Van voor de oorlog. Heeft het bombardement overleefd. En de oude Rotterdammers kennen dat nog wel als het HBU-gebouw. Er stonden altijd de letters HBU op, van de Hollandse BankUnie. Oftewel, hij belazert u. Nou, dan zie je daar de Robeco-toren. Die gaan daar weg, Robeco. Die bouwen nu een nieuwe toren tegenover het Centraal Station. Deze is van architect Quist, die meer heeft gebouwd. En dat wordt wel de doodskist genoemd. Ook vanwege de kleur natuurlijk. De doodskisten, daar kennen we er meer van. De aanbouw aan de Laurenskerk heet ook wel de doodskisten. En de Hoge Heren aan de voet van de Erasmusbrug wordt ook wel de doodskist of de grafzerken genoemd. Daar Allianz, dat gebouw heet officieel de Coolse Poort, naar een oude stadspoort van Rotterdam. Rotterdam had vroeger allemaal oude stadspoorten. En vanwege de kleur werd hij de aubergine genoemd, of de rode kool, omdat hij ook aan de Koolsingel staat natuurlijk. Het is geen geliefd gebouw, want de meeste mensen vinden het een lelijk ding. Nou, dan aan de overkant Beurs WTC. De onderkant, het onderste beursgebouw, dat is van voor de oorlog. Net in 1939 is dat klaargekomen en heeft toen ook wel een paar voltreffers gekregen, maar het kon heel snel herbouwd worden en dat is gelijk weer in gebruik genomen. En die opbouw, die groene opbouw, die is in de jaren 80 erop gezet. Dat is een hele populaire toren in Rotterdam. Er is onlangs verkiezing geweest, de mooiste woon/kantoortoren van Rotterdam en die is tweede geworden. De eerste was uiteraard het Witte Huis, hè. Die zit heel diep bij de Rotterdammers. Maar dit was ook eigenlijk de toren waarmee Rotterdam zich ging profileren als hoogbouwstad. Want deze vond men wel mooi. Shell-toren vond men heel lelijk. Dit was eigenlijk, hiervan had men zoiets van, hey, het kan dus wel, mooie hoogbouw in Rotterdam. Hij heeft een paar bijnamen. Je ziet een patroon in de glazen, in die ramen. En daarom wordt hij wel de groene theedoek genoemd. En vanwege de vorm, de platvink of de poederdoos. Het langste gedicht ter wereld is ongeveer 900 meter lang en is te vinden op de wand van de fietsbuis van de Benelux-tunnel onder de Nieuwe Maas tussen Vlaardingen en Pernis. Het afgebeelde gedicht Lieve Arie van Jules Deelder luidt als volgt. Lieve Arie, wees niet bang, de wereld is rond en dat is die al lang. De mensen zijn goed, de mensen zijn slecht, maar ze gaan alle dezelfde weg. Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Je komt uit het water en gaat door het vuur. Daarom, lieve Arie, wees niet bang, de wereld draait rond en dat doet hij nog lang.